Ja, weet je, toen ik voor de eerste keer het Book of Kells onder ogen kreeg, toen was ik zo verbaasd dat ik denk, dit is het eigenlijk, hè. Dan heb ik dus een boek laten maken met wel de nodige versiering. En dan heb ik hier in het grind steentjes gevonden die heel speciaal zijn, met fossieltjes erin. En dan 24 insecten zijn dus verwerkt in dat ja, wat rafelige zilverwerk. En vliegjes en motten en rupsjes. En dan is het boek nog blank. Dus ik denk nu nog na over wat daarin zou moeten.